Dankzij een oplettende buurtbewoner is in Dalen een drugslab gevonden. En het Wilhelminaziekenhuis in Assen is bang dat het dit najaar de spoedeisende hulp geregeld moet sluiten. Het is een soort van normaal dat je altijd een bed hebt. En de komende maanden wordt dat met COVID en griep misschien wel spannend. Drentse musea hadden vorig jaar de helft minder bezoekers. Kinderopvang Plateau in Assen kan geen nieuwe kinderen meer kwijt. En het weer met Aldert. Ja, ene draait niet, andere draait nauwelijks. Het was niet een echte groene energiedag vandaag, hè? Weinig wind en weinig zon. Maar dat wordt aans. Straks meer. Goedenavond. In Dalen is gisteravond een groot werkend drugslab gevonden in een leegstaande boerderij. Drie mannen zijn aangehouden. Verslaggever Tom Meijers is in Dalen bij die boerderij. Tom, wat gebeurt daar nu? Momenteel wordt de boerderij geruimd, het drugslab wordt geruimd door een speciale ontmanteleenheid. Gisteravond kreeg de politie dus een tip van een anonieme tipgever dat zij hier mensen hebben zien lopen met witte vaten. Daarop is de politie polshoogte gaan nemen. En toen vonden ze inderdaad dus een groot werkend drugslab aan. Ja, wat trof de politie daar precies in dat gebouw? Toen ze kwamen, toen kwam eigenlijk al een chemische lucht kwam ze tegemoet. En binnen waren daar ook drie mannen aan het werk. Die sloeg op de vlucht. De eerste is eigenlijk meteen tijdens zijn vluchtpoging opgepakt. Dat was een 32-jarige man uit Hoek van Holland. De andere twee verdachten die zijn ontsnapt en later bij Zwolle op de A28 aangehouden. En verder trof ze de politie in de boerderij 750.000 euro aan ketels, vaten en grondstoffen aan voor de productie van drugs. En de politie vermoedt dat het gaat om ecstasyproductie. Ja, jij staat daar nu, Tom. Hoe ziet het daar eruit? Ja, het is eigenlijk een landweggetje. Die loopt helemaal tot aan de Hunebed Highway eigenlijk. De boerderij zit ook pal aan die N34. En het is eigenlijk heel erg bebost. Dus eigenlijk een perfecte verstopplek. En dat blijkt ook wel, want in 1974 is op exact hetzelfde adres ook een drugslab opgerold. Ja, perfecte verstopplek dus. Hoe ver is het onderzoek nu? Ja, het onderzoek loopt nog eigenlijk. Momenteel wordt er dus geruimd. En daarna gaat de politie nog een bodemonderzoek starten. Maar met het ruimen zijn ze sowieso vanavond en vannacht nog wel zoet. Dus dat gaat nog wel even duren hier in Dalen. Tom Meijers, dankjewel. Het komt steeds vaker voor dat het Wilhelminaziekenhuis in Assen de spoedeisende hulp moet sluiten omdat het de vraag niet aan kan. Afgelopen vrijdag waren daardoor in 4 van de 5 ziekenhuizen in de regio de spoedeisende afdelingen dicht. Met alle gevolgen van dien. Als er mensen binnenkomen met een bepaalde aandoening en die hebben ook meer dagen zorg nodig, dan hebben we natuurlijk verpleegkundigen nodig die ook aan het bed staan. En als we die niet hebben, dan kunnen we die zorg niet leveren. En die verpleegkundigen zijn er op dit moment niet, omdat we eigenlijk hebben een marathon van 1,5 jaar gehad met COVID. Ze hebben hoog ziekteverzuim, uitval en dat betekent dat we niet de capaciteit halen die we normaal gesproken hebben. Afgelopen vrijdag gebeurde het weer. De spoedeisende hulp in het WZA moest 2 uur dicht. Nou ja, dat is natuurlijk niet iets wat je niet wil. Dat doen we ook zo laat mogelijk. En in de regel wordt dat altijd ergens anders opgevangen. Het wordt echt problematisch als inderdaad meerdere ziekenhuizen tegelijk de spoedstroom niet aankunnen. En is dat het geval? Nou ja, dat was afgelopen vrijdag dan even zo. We zijn nu ook in de regio in overleg over hoe we dat zo goed mogelijk voorkomen. Maar goed, daar heb je uiteindelijk wel voldoende personeel van nodig. Dus ook dat is een vraag waar we met elkaar, met alle ziekenhuizen, gezamenlijk goed naar kijken. En wat voor consequenties heeft dat voor de patiënt? Nou ja, voor patiënten betekent dat ze soms dus naar een ander ziekenhuis gebracht worden. In die end heeft altijd UMCG nog een soort achterwacht. Maar het is soort van normaal dat je altijd een bed hebt. En de komende maanden wordt dat met COVID en griep misschien wel spannend. Drentse musea hebben in 2020 het aantal bezoekers met de helft zien terugloopt ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een publicatie van de museumvereniging. De daling van de bezoekersaantallen is vooral te wijten aan corona en treft de musea hard in de portemonnee. Museum De Buitenplaats in Eelde is een voorbeeld van een museum dat zwaar te lijden heeft door de lagere bezoekersaantallen. Als dat halveert, ja, dan kan dat natuurlijk ook gewoon helemaal niet meer uit.
Nou is een museum überhaupt een instelling, niet met een zeg maar winstoogmerk. Maar je moet wel natuurlijk kunnen bestaan en daarvoor heb je die bezoekers nodig. Het Rens Museum besloot vanwege corona tot een jaar uitstel van de tentoonstelling van Frida Kahlo. De duurste ooit voor het museum. En als we nu terugkijken met de wetenschap van nu, wat er had gebeurd als dat toen open was gegaan, dan hadden we er vele malen slechter voor gestaan. Dus we hebben met name, behalve in een aantal lopende kosten, denk aan schoonmaken en dat soort zaken, hebben we vooral ingegrepen in onze tentoonstellingsplanning. En dat is voor een groot deel onze redding geweest. Om meer bezoekers te trekken worden de openingstijden uitgebreid. Wij gaan 7 dagen in de week open van 10 tot 6. Waar we normaal 6 dagen in de week open zijn van 11 tot 5. En we gaan op de vrijdagavond gaan wij ook open voor publiek. En mocht daar behoefte aan zijn in de kaartverkoop, kunnen wij heel snel opschalen en kunnen we meer avonden open. Is het voortbestaan van Museum De Buitenplaats in gevaar als er geen extra staatssteun komt? Dat is een lastige vraag. Ik denk dat het wel uitermate zwaar gaat worden en eigenlijk al is. Als wij open blijven zoals wij nu open zijn onder de huidige omstandigheden, dan zou ik durven zeggen dat wij het kunnen redden zonder steun. Ja. Kinderen in Assen kunnen niet meer terecht bij de kinderopvang van Plateau. Er zijn te weinig leidsters. Mensen die in de opvang werken kunnen morgen, onder andere in Assen, gaan staken vanwege de hoge werkdruk. In ieder geval de komende 6 weken blijven de deuren dicht voor nieuwelingen. Ook worden groepen mogelijk naar huis gestuurd bij ziekte van personeel. Dat personeel is er te weinig, omdat er eigenlijk overal de vraag groot is. En eigenlijk te weinig medewerkers zijn. Ja. En wat betekent dat dan voor de dagelijkse praktijk? Nou, dat betekent dat er best wel een groot beroep wordt gedaan op ons huidige team. Wat we doen is in ieder geval heel erg investeren ook in studenten, stagiaires die we begeleiden op onze locatie. Zorgen dat die een goede gedegen opleiding hebben. En we proberen ook de studenten die we hebben te binden aan Plateau Kinderopvang, zodat ze mooi bij ons blijven werken. En daarvoor zal het salaris omhoog moeten en de werkdruk omlaag. Het is een markt van vraag en aanbod, zoals in ieder ander bedrijf. Maar om de druk op te voeren is er morgen een landelijke staking afgekondigd door vakbond FNV. Ja, ik snap het wel. Ik snap wel dat de werkdruk in de kinderopvang echt heel erg hoog is. En dat collega's daar iets van vinden. En dat er ook echt wel stappen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat wij beter voor onze pedagogische medewerkers zorgen. En dan denk ik inderdaad aan salarissen, aan faciliteiten qua werk. Een structurele oplossing zou volgens Plateau zijn om te stoppen met commerciële instellingen en de kinderopvang weer publiek te maken. Want als het onderwijs en de kinderopvang uit dezelfde pot betaald worden, kan ook het personeel worden gedeeld en efficiënt worden benut. Zo is het idee. En nu zijn het natuurlijk toch 2 aparte werelden. Kinderopvang is nog steeds een commerciële tak. Onderwijs is natuurlijk een tak die vanuit de regering wordt gefinancierd. En dat wringt soms ook. Dus daar liggen op zich nog wel kansen. Maar ja, dan moeten ze in Den Haag eerst even met elkaar eens worden. De vijver in het Assenbos wordt in oude luister hersteld. Ooit was het een trekpleister in Noord-Nederland waar echt hordes mensen op afkwamen. Als het aan Stichting het Drentse Landschap ligt, krijgt de plek die oude glorie weer terug. Nu heerst er een serene rust rond de oude vijver in het Asserbos. Maar 150 jaar geleden was dat wel anders. Dromme mensen kwamen er naartoe om te luisteren naar de preek. We gaan de vijver, de oude vijver, herstellen zoals die vroeger was. En dat doen we aan de hand van oude foto's uit archieven. We hebben wat beelden van hoe het vroeger was. En er werden dus preekdiensten gehouden. En daar stonden dus echt honderden, zo niet duizenden mensen rondom die oude vijver. En het was veel kaler dan wat het nu is. Het is nu dichtgegroeid. Maar toen stonden er echt duizenden mensen te luisteren naar de man op het preekeiland. Het idee komt van Assenaar Ronald Obbes, die tijdens een rondleiding lucht kreeg van de vroegere gloriedagen van de vijver in het bos. En hij wil heel Assen erbij betrekken. Ik wil graag Assenaren, want in 1809, 13 maart, toen Lodewijk Napoleon Assen stadsrechten heeft gegeven, heeft hij ook tegelijkertijd dit bos aan de gemeente Assen geschonken. Dus ik vind dat wij ook als inwoners natuurlijk heel erg betrokken moeten worden en verantwoordelijk zijn eigenlijk voor het bos. Dus het lijkt mij echt leuk om 2 keer per jaar de Assenaren op te roepen om het bos te onderhouden, schoon te maken en misschien nog nieuwe ideeën te ontplooien. Maar de eerste klus is de vijver, terug in oude staat. De struiken eromheen weg en de preekstoel terug. Nou, het eilandje is, wat je nu ziet, is nog een restant van waar ooit die preekstoel stond. En die preekstoel gaan we dus herstellen.
kunnen aan de hand van de foto's niet helemaal goed zien hoe die eruit zag. Maar we gaan hem zo goed mogelijk herbouwen. Dus waarschijnlijk met wat damwand in de vijver. En daar bouwen we een stellage op waar dus dat sprekersgestoelte weer komt te staan. Dat de rust in het bos straks verstoord wordt door evenementen, daar hoeven mensen niet bang voor te zijn. Nee, gaat hier niet gebeuren. Er zal dus een kerkdienst komen op een zondagmorgen. Of inderdaad een akoestisch optreden, maar evenementen gaan hier niet plaatsvinden. In november steken scouts de handen uit de mouwen en voor Assenaren komen er nog doedagen. Als de lente begint, moet de oude vijver klaar zijn. Vanmorgen nog overal barre bewolkt, maar je ziet wel toch wat meer blauwe plekken vanmiddag aan de lucht. En dat proces dat giet vanavond en de komende nacht gewoon door. Dus het wordt altijd een klein beetje helderder en aan het einde van de nacht dan is het gewoon geen wolkje meer aan de lucht. Gevolg is wel dat de temperatuur behoorlijk onder giet. Het is rustig, hoegenaamd geen wind en de temperatuur staat nu zo'n 8 tot 9 graden. Mocht je nou van plan wezen om morgen in alle vruchten door de landen rijden te gaan stappen, zoals ik hier bijvoorbeeld in Gresto, dan zul ik wel wat waterdichte schoenen aantrekken of een paar lezen, want het gras is zeiknat. Nu moet maar gewoon doodtrappen. Maar goed, dat duurt niet lang, want de zon die komt er volop bij morgen. Dat duurt ook weer niet zo heel erg lang, want die bewolking komt morgenmiddag toch heel storigjes aan weer binnen. Het blijft wel tot het einde van de dag droog, er zit matige oostenwind en die temperatuur, 23 graden. Woensdag wordt een heel andere dag. Het is gries, het is regenachtig, vooral 's morgens. Wat regen, motregen. 'S middags wordt het weer wat droger. We krijgen dan weer een enkele opklaring. Er zit een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur nog wel mooier, zo'n 22 graden. Maar donderdag draait de wind wat bij naar het westen. Het wordt dan een tikje koeler, zou je kunnen zeggen. Wel op de meeste plekken droog, met een afwisseling van zon en bewolking. Het wordt dan zo'n 19 graden. En vrijdag ook zo'nzelfde dag, maar dan wat een zwakke zuidwestenwind. En dan de temperatuur alweer zo'n 21 graden. En dat is voor de tijd van het jaar, eigenlijk is daar helemaal niks mis met. Ik kijk even achter hem. Nee, die beide bulls die staan altijd nog stil. Maar de komende dagen, ach, dan doet ze wel weer wat. Aldert, dankjewel. Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Fijne avond en graag tot morgen. Dag.